Je bent echt heel bang, jij. Nee. Ik zag jou met die bazooka zo. Oké. Ik zie daar een bazooka ergens liggen. Ik ga die pakken om jou dood te schieten. Nee, die ga ik pakken. Oké, jij mag hem pakken. Maar niet mij doodschieten, anders schiet ik jou dood. Oké, Timon. Nee, schiet me nou niet steeds dood. Ik schoot jou niet hoor, dat was de politie. What the fuck, man. Niet, dat was jij. Niet mij. Nee, echt niet. Ja hoor. Oh, kut. Ik ga op dit moment een straat in waar heel veel politie is. Dit is een hele andere soort nachtclub en er zijn geen mensen. Oh jawel, er zijn wel mensen. Timon, ik weet de weg niet meer erin. En er komen allemaal politieauto's. Wacht, ik pak een bazooka. Oké, Timon, ik pak een bazooka. Ik ga de politie neerschieten. Godverdomme. Hoepsakee. Ik heb al deze mensen hierin al. Timon, wat doe je nu? Timon, wat doe je nu? Dat kan echt niet hoor, Timon. Timon, hoe kom ik daar binnen? Oh, politie zit daar. Politie daar, Timon. Ja, je kan zo'n ingang waar we vandaan kwamen lopen, ja, is nu, een ingang. Ja, nu zijn mijn levens allemaal kapot, joh. Hier moet je heen. Timon, ik weet het, de weg niet meer. Je kan toch naar mij toe lopen? Waar ben je? Oh, achter je! Ja hoor. Je maakt grapjes, Timon. Nou, er staat er echt politie. Ja, dit is een stomme nachtclub, want er liggen geen levens hier. Nee, maar het ligt in geen enkele nachtclub. Oh, ja. Oh nee! Help mij, dek mij! Ja, je laat hem gewoon staan hier. Au! Nee! Kut! Waarom ben jij dood? Ja, dat is door jou. Helemaal niet. Ja, veel te veel. Oh, ik ben ook dood. Ja, ik ook niet. Kom, we rijden weg. Nee! Ik zit naast. Wacht, laat mij erin. Ja, Timon, nu schiet ze op ons. Auw, ik ga dood! Ja. Klootzak. Waar ben jij? Oh, jij bent helemaal daar. Ik heb nu... Ah, oh, mijn leven zijn weer bijna kapot door jou. Door mij? Waarom door mij? Ja, omdat jij ervoor zorgt dat er allemaal politie komt. Ik hoop ook weer dat tanken terugkomen. Zit er geen tank dan in? Ja, er zit wel een tank in GTA 4. Nee, GTA 4 niet volgens mij. Wel. Timon, nu moet jij niet op mij schieten. Ik schoot niet op jou. Oh, jij schiet op mij. Niet, ik schiet niet op jou. Dat was de politie. Ja, Timon. Gaat hij op mij schieten hoor. Ja. Oh, je bek man, je lul. Timon. Ja, jongen, jij staat middel de weg stil. Nee, dat is normaal. Dat doen ze in Nederland ook. Oh, hij gaat niet open. Achter je. Er staat allemaal politie achter je. Er zitten heel veel mensen. Ze komen achter mij aan, ze zijn zo racistisch. Klopt. Ze gaan mij wel arresten volgens mij, hoor. Ik heb niet te doen. Ja, een scooter, daar kom je mee weg, wou je zeggen. Waarom schiet je mij dood? Omdat ik jou haat. Nu ga ik jou doodschieten. Nee! Oké, nu zit politie achter mij aan, omdat ik jou dood heb geschoten. Ja, dat is dom van jou. Nee, dat is gewoon raar, want ik heb ook een scooter. Ik heb de politie geholpen om jou dood te krijgen. En dan alsnog krijg ik mensen achter me aan. Ja, maar jij mag niet het recht in eigen handen nemen. Hoezo niet? Gewoon niet. Dat vind ik niet normaal. Ik heb een scooter, jij? Ik ook. En ik race ermee. En de politie kan me niet eens inhalen, joh. Politie sukt hier. Ik ben veel sneller dan de politie. Ah, er komt veel terug. Kut. Ik hoop dat GTA 5 echt een epische game wordt. Ik ga hem op de PlayStation 3 kopen, denk ik. Waarom PlayStation 3? Omdat ik hem niet op mijn PC aan kan, dat weet ik zeker. Oh, kan ik erop? Niet doodschieten. Kan ik erop? Ja. Wacht. Ik heb geen politie achter me aan, dus ze kunnen mij wel schieten, maar... Oh, zo is het in die auto. Lol. Waarom heb ik nu wel politie achter me aan? Omdat ik op jouw scooter zit. Nee, maar Timon, ik ga denk ik voor de PC kopen, maar alleen waarschijnlijk komt hij dan weer veel later op de PC, dus...
Ja, of je moet gewoon slim zijn en ook een console aan. Oh nee, je hebt een Xbox. Ik heb een Xbox, maar waarschijnlijk ga ik mijn Xbox verkopen. Ik wil een next gen. Maar dat iedereen wil een next gen, maar ik ben zo ontzettend scared of next gen. No offense, maar het wordt niet echt... Ik denk dat de Xbox One gaat falen. Ja, dat denk ik niet, joh. Hoezo denk je dat? Omdat ik denk dat het concept veel te duur wordt voor wat je in Nederland mee kan. In Amerika. Wil jij aan het spreken of niet? Ja, we zijn iets aan het bespreken. Ja. Yeah. Dan ga ik weer. Nee! Dan ga ik weer, oké. Maar ja, nee, kijk. Ik vind het gewoon goed uitzien. Volgens mij wordt het gewoon een normale prijs rond de 5 of 4,99. Ik denk 4,99 dat die wordt. Maar als het te goed... En dan is die beter dan de beste computer. Nou, dat weet ik niet. PlayStation 4 zegt van wel. Nou, dat geloof ik niet. Ik denk dat echt... No offense, ik ben er ook heel lang tegen geweest. Maar ik denk dat... de console echt de computer over gaat nemen. Nee, man. Wow. Als er een nieuwe console komt met dan betere hardware als de PC, wat me sterk lijkt, dan is er sowieso binnen no time weer betere PC hardware. Ja, maar het gaat niet alleen over hardware, het gaat ook om de gemak en om de prijsklasse. Want als jij de beste games al best wel hoge kwaliteit kan spelen, want het is niet eerlijk, het is niet lelijk. Wat is niet lelijk? Nou ja, als je GTA 5 gaat spelen op een console is het niet lelijker. Het is niet net zo mooi als de computer, maar het is niet lelijk, toch? Nou, wel op een Xbox 360 of zo vind ik het niet mooi als je het vergelijkt met... Nou, ik vind het niet lelijk. Ik vind de graphics nog best goed. Ja. Alleen, ik vind... Ja. Maar nu is GTA, bijvoorbeeld GTA 4 is ook niet echt heel mooi op de PC, hè? Op de PC? Ja, is ook niet veel bijzonders. Het ziet er tof uit, maar het is niet heel fantastisch ofzo. Nee, dat wordt GTA 5 waarschijnlijk wel. Maar dat komt omdat Rockstar niks heeft met PC. Nee, dat is kut. Maar dat zijn wel dingen, het ligt wel aan hun af. Net zoals FIFA, gaat ook belonen als je nu op console gaat FIFA spelen in plaats van op PC. Ja. En ik zie dat echt veranderen en ik vind het ook jammer, want ik ben met PC gamer groeien natuurlijk op, maar... Goed, het gaat wel een keer ophouden. Nou, dat weet ik niet, want ik denk dat er mensen niet echt op zitten te wachten om bijvoorbeeld op internet te gaan op hun console, wat ze nu wel de mogelijkheid voor bieden. Maar ik bedoel, dat willen mensen gewoon allemaal doen op hun PC, dat willen ze niet doen op een Xbox. En ik denk ook niet dat dat gaat veranderen, dat ze dat wel gaan willen. Sowieso niet de hardcore gamers. Nee, maar je hebt ook hardcore gamers op consoles. Ja, maar denk, daarover heb ik het juist. Ik denk dat hun dus niet tijdens dat gamen daarop echt op internet of zo willen. Of op. Ja, weet ik niet. Ja. Ik denk niet dat dat echt interesse. Ik denk dat je wel gelijk hebt, maar ja, ik weet niet in hoeverre tegenwoordig mensen. Een toetsenbord is natuurlijk heel handig. Ik weet niet hoe snel er bij de eerstvolgende console ook een toetsenbord verkrijgbaar is. Ja, precies. Maar dat is er nu al een beetje, hè? Met dat, die QWERTY toetsenbordjes. Ja, precies. Maar ik zou het wel vet vinden dat je gewoon je eigen toetsenbord erop aan kan sluiten. Koop je er gewoon even voor 15 euro, USB-poort, en je sluit hem aan. Dat zou sowieso wel een hele goede stap zijn. Ja. Timon. Ja, wat? Ja, blijf van mijn motor af. Niet als je maar aan zijn motor zitten. Niet naar mij toe rijden. Ja, dan ga ik naar jou toe rijden. Yes, ik ben ze kwijt. Ah, nu heb ik 2. Godver. Oh, je hebt mijn band lek geschoten. Godsamme, joh. Dat vind ik echt niet leuk. Oh, wil je mijn motor hebben? Hier, pak mijn motor dan. Oh, heeft die mijne lek? Oh, nee. Hier, schiet dan op, weg, rem! Hier, pak mijn motor. Eerlijk oversteken, niet doodschieten. Dankjewel, Timo. Wil je meerijden? Nee! Wil je meerijden? Waarom heb ik nog geen politie achter me aan als ik op jou schiet? Rij mee!
Ik heb geen politie achter me aan. Niet botsen. Simon, ga daar overheen, over die brug. Dat is vet. Hoe kan je daar overheen dan? Gewoon door dat hek heen rijden. Ja, maar dan moet je wel met veel snelheid. Dit hij altijd... Oh. Wow. Je valt op. Fuck jou, man. Nou ben ik bijna dood. Jij nee. Kan ook niet rijden. Wel. Nee, ik pak een auto en ik ga doorheen rijden en dan ga ik ontsnappen. Ah, shit. Ze komen wel allebei van die kant. Oh, wat een downies. Yes, ik ben er doorheen. Nice. Oh, ik lag heel hard. Oh, what the fuck. Oh, ja, het werkt weer. Oh, ik heb mijn band is lek. Shit. Ze hebben mijn band lek geschoten, man. Echt? Oh. Ja. Dat is echt gemeen. Ik ben uit de politiezone. Oh, nee, shit. Wie schiet er op mij? Ja, dat is op mij. Kutse. Lekker voor je, jongen. Dat is echt karma. Tot in het toppen. Ja. Ik ga wegrijden. Ik ga eten zoeken, want ik heb honger. Ja, je bent gewoon bang. Ja. Niet afstappen en mij doodschieten met een bazooka. Echt niet doen. Word boos. Dat dus. Dit is een aanslag op de Chucking Bell. Oh, ik hoorde gewoon een bazooka. Ik schiet je dood, hoor. Wat ben je, Timo? Nice. Oh, weer. Pak jou, ik pak een auto en ik ben weg. Je bent echt heel bang, jij. Nee. Ik zag jou met die bazooka zo staan. Ja. Waarom span ik ook naast jou? What the fuck? Oh my... Nee. www.nlgamerviews.nl. Klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over. www.nlgamerviews.nl. Klik erop en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over.